Gevluchte kinderen hebben dingen meegemaakt die geen enkel kind had mogen doorstaan. Ze zijn blootgesteld aan oorlog, geweld en onderdrukking. Na een angstige vlucht krijgen ze in het land van aankomst te maken met nieuwe stressfactoren. Kinderen hebben vaak moeite om de draad weer op te pakken. Daarom hebben War Child, Save the Children en UNICEF Nederland Team Up ontwikkeld. Met de spel- en bewegingsactiviteiten leren kinderen nieuwe vriendschappen te sluiten. Beter om te gaan met emoties en gedrag en worden ze veerkrachtiger. Het begon allemaal in Nederland, in 5 asielzoekerscentra. En inmiddels zijn we actief op 28 locaties door het land. Hallo, ik ben Sarah. Ik ben 14 jaar oud. Ik kom uit Afghanistan. Ja, dit is mijn huis. Hier woon ik. Het is al bijna 3 jaar dat ik naar Team Up ga. Ja, ik vind het heel leuk om te spelen. Bij Team Up doen wij vaak spelletjes. Dat helpt wel, ja. Dan vergeet ik ook soms die dingetjes die ik niet wil weten. Dan doe ik wat gezellig is. Wekelijks worden de activiteiten op een vast tijdstip door een vast team van vrijwilligers begeleid. Het is gewoon cool om te zien dat kinderen toch kinderen kunnen zijn, ondanks de ellendige situatie waar ze soms in zitten. Ik vind het gewoon heel tof om te zien dat ze zo veerkrachtig zijn in het spel, maar ook in hoe ze in het leven staan. Het is heel leuk om te doen, het is heel waardevol werk. Je geeft heel veel, maar je krijgt ook heel veel terug. Voordat vrijwilligers van start gaan, vindt er een training plaats. Waarin ze leren hoe de methodiek werkt en hoe ze zorgwekkend gedrag bij kinderen kunnen herkennen. En hoe ze hen moeten doorverwijzen. Nadat Team Up was gestart in opvanglocaties, kregen we de vraag vanuit het onderwijs hoe leerkrachten kinderen die nieuw in Nederland zijn het best kunnen begeleiden. Met partner CED Groep hebben we de methode aangepast en zijn we nu actief op ruim 23 scholen. Met Team Up proberen we dus de kinderen een basis te geven, zich wat meer thuis te voelen, zich te kunnen ontwikkelen. Ze ervaren eigenlijk de emoties echt zelf, omdat ze ja, de spelletjes spelen. En de ene keer worden ze daar heel blij van, de andere keer worden ze heel boos of verdrietig of bang. En dat zijn dingen die kun je dan met ze bespreken. Ze voelen het op dat moment ook echt. Als je Team Up doet, ben ik blij. Niet verdrietig. Overal ter wereld zijn er miljoenen kinderen op de vlucht. De reden om Team Up internationaal in te zetten. We zijn gestart in Oeganda, Colombia, de bezette Palestijnse gebieden en Sri Lanka. Samen met SOS Kinderdorpen Internationaal zijn we onze activiteiten in Europa en Afrika aan het uitbreiden om nog meer kinderen te bereiken. Maar toen kregen we te maken met de coronacrisis. Structuur en het gevoel van veiligheid viel voor kinderen weg. En angst en stress namen toe. Onze activiteiten kwamen ook wereldwijd stil te liggen. Maar in tijden van crisis kijkt Team Up niet toe, maar onderneemt direct actie. Want juist in deze onzekere periode is structuur en ontspanning essentieel. Dus hebben we de activiteiten aangepast en gebundeld in Team Up Thuis. Voor kinderen die toegang hebben tot het internet zijn er korte video's van de activiteiten gemaakt. Elke week verscheen er een nieuwe sessie online, zodat kinderen weer iets hadden om naar uit te kijken. Voor kinderen zonder toegang tot internet is er een spellenboek in 17 talen ontwikkeld. Door weinig tekst en veel illustraties zijn de spellen voor iedereen te begrijpen. Ook kinderen met een lichamelijke beperking kunnen meedoen. Geen kind wordt vergeten. In Colombia krijgen kinderen tijdens de lockdown via radio les. Onze podcast met activiteiten zorgt ervoor dat kinderen tussen de taal- en rekenlessen de stress letterlijk van zich af kunnen schudden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora mi pierna derecha. Onderzoek staat hoog in het vaandel bij Team Up. Want uitproberen wat het beste werkt is niet genoeg. Je moet het zeker weten. Daarom doen we onderzoek. Bijvoorbeeld in evaluatieonderzoeken van Team Up op school. Door interviews en speelse groepsgesprekken met leraren en kinderen hebben we hen gevraagd naar hun ervaringen.
Met als conclusie dat team-up grotendeels op de juiste manier wordt uitgevoerd en de activiteiten volgens de leerkrachten het psychosociaal welzijn van de kinderen verbetert. Kinderen geven aan dat ze door de activiteiten meer energie krijgen, nieuwe vriendschappen sluiten en blij worden. Toch zijn er altijd verbeterpunten. We willen leerkrachten meer ondersteunen bij de rolwisseling van leerkracht naar team-up begeleider. En bekijken hoe team-up breed geïmplementeerd kan worden op scholen. Je hoort het, met team-up is er al veel bereikt. Maar we zijn er nog lang niet. We willen blijven groeien om in 2025 1 miljoen kinderen de hoognodige psychosociale steun te bieden. Nationaal en internationaal gaan we nog meer samenwerken met organisaties die zich inzetten voor kinderen in conflictgebieden en noodsituaties. Want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ontwikkelen en werken aan een mooie toekomst.